Welkom bij Ballenstaar en Ballonvrienden. Toch altijd heel leuk als je ballons kunt zien. Ik heb gisteren ook ballons gezien, dezelfde trouwens. Maar het is toch altijd heel leuk als je ze zo ziet overvliegen in je eigen tuin. Ik kan er echt wel van genieten. Houden jullie ook zoveel van ballons als ik? We zitten nu aan de deur eigenlijk te kijken of het er nog komen. Ballons zijn echt wel iets speciaals eigenlijk altijd. Van kleins af aan ging ik kijken naar de ballons op de Vredesfeest, toen nog met opa en oma. En zo is het eigenlijk een stilletjes aan gegroeid eigenlijk, om toch ja, de ballons altijd te volgen. Dan een paar jaar later zijn we dan, als we wat groter waren, gingen we dan helemaal alleen. We hebben ook mogen meevaren al 3 keer met een luchtballon. De allereerste keer was het met Shana en Gunther van Kampenhout. En ja, die andere 2 die hebben jullie kunnen zien in de video's. En dat is echt al super leuk om nu dit weer mogen meemaken eigenlijk. We hebben wel een paar keer pech gehad doordat ze ergens anders opstegen. Maar we hebben het gisteren toch goed kunnen zien en dat was wel leuk eigenlijk. Ondanks dat ze niet op de markt ging opstijgen, ben ik toch wel blij dat we toch wel van ons hebben gezien. Nu hebben we er 2 gezien. Ik weet niet wat er nog meer waren. Maar tegen dat je door had dat er 2 waren. Ja, kan er al een paar gepasseerd zijn natuurlijk. Maar het is toch altijd leuk om te mogen zien eigenlijk bij de ballons. Ik heb me gisteren daar trouwens ook 20 kilometer bijna gewandeld om ze te kunnen inspecialiseren. Dus ik heb al hard mijn best gedaan. Ik voel het nog steeds, dus daarmee dat ik het nu rustiger aandoe eigenlijk. Maar dit kon ik natuurlijk niet laten om te filmen natuurlijk, want dat is natuurlijk wel leuk om mee te nemen. Niet dat ze maar twee zullen zijn, want anders zullen ze wel heel snel op elkaar volgen. Dat duurt niet lang om dat we dit goed genoeg om zeker die al die ballons tegelijkertijd te laten in de lucht gaan, dus laten opstijgen, dus niet dat alles was, dat lijkt me wel logisch. Maar het was echt heel leuk eigenlijk om het nog eens te kunnen zien eigenlijk. Het voelt toch altijd leuk aan ballons. Dat geeft een magisch gevoel altijd als ik dat zie. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar als je daar eens echt een vragen over hebt of zo, mag ze altijd een keertje stellen hieronder in de comments. En dan zal ik daar eens mijn verhaal over doen. Sowieso. Ja, hè?